naam is Ron van Vliet. Ik werk bij een groot kledingbedrijf. Morgen ga ik voor het eerst naar Bangladesh om daar inkopen te doen. Dat vind ik best wel spannend. Dit zijn mijn twee zoontjes, Tijn en Nick. Hoi, pap. Hoi, pap. Bent u nou weer aan het filmen? En dit is mijn lieve vrouw, IJssel. Dag, lieverd. Die ochtend vloog Ron naar Bangladesh. Daar aangekomen stapt Ron in een taxi die hem naar de kledingfabriek bracht. Hallo meneer, waar wilt u naartoe? Ik wil graag naar de kledingfabriek. Oké. We zijn er meneer. Oh, daar hebben we die vervelende kinderen weer. Die willen altijd weg jullie. Nee, meneer, alsjeblieft. Rob, doe echt niet. Nee. Je moet die meneer eruit halen, weg. Meneer. Weg. Meneer, was ik nog niet aan? Nee! Alsjeblieft, ik heb geen oog. Meneer, alsjeblieft. Weg! Wat is het erg, zeg, met die kinderen? Het echte erge is dat ze zelf gehandicapt worden gemaakt door hun ouders. Omdat het medegaat met bedelen. Echt waar? Dat meen je niet. Jawel, dat is de pure waarheid. Ik meen het. Ron kon niet geloven dat de kinderen expres verminkt werden, zodat ze meer geld kregen met bedelen. In een fabriek werd Ron begroet door de directeur. Hallo, we moeten vast Ron van Vliet zijn. Ja, dat klopt. Kom, loopt u maar. Gaat u zitten. Zo Ron, welkom in onze fabriek. Ik ben gestuurd door mijn baas om hier kledingstukken te kopen. Hier is onze catalogus. Ja, dit zijn zeker alle spullen die u in de fabriek maakt. Ja, dat klopt. We hebben een heel breed assortiment. Ik ben eigenlijk op zoek naar truien. Ah, hier staan ze. Nou kijk, de truien die je hier ziet, die zijn natuurlijk van de mooiste kwaliteit. Die kosten 50 cent per stuk. Doe er dan maar 4 containers. 4 containers, dat is ongeveer 80.000 truien. Dan hebben wij een deal. Kan ik ook nog een rondleiding door de fabriek krijgen? Ik kan u de realistische rondleiding laten zien of de mooie rondleiding, waar u alleen de gedeelte ziet waar geen kinderen werken. Echt waar? Bedrijven uit hun land doen graag alsof kinderarbeid niet bestaat. Nou, dat bestaat wel. Dan wil ik graag de realistische rondleiding zien. Prima, loopt u dan maar met me mee. Oké. Ron was verbaasd over de eerlijkheid van de directeur, waarin hij eerlijk sprak over de kinderen die in de fabriek werken. Deze kleding moet wel volgende week af zijn, ja? Dus we moeten wel erg snel gaan opschieten. Ja. Deze naald is helemaal bot. Heeft iemand voor mij één? Heb jij misschien nog naalden voor ons? Nee, we mogen alleen naalden verwisselen van het eind van de maand. Oh ja, dat is waar ook. Nou, dit is dus de afdeling waar de kinderen werken. Moeten die kinderen dan niet naar school? Ha! Maken. Er zijn helemaal geen scholen. Willen jullie dan niet naar school? School. Wat is school? Jij wat school heeft? Ja, school. Nee. School. Ron voelde zich schuldig en wilde met alle belangrijke mensen van de fabriek praten. Ik wil dat de kinderen hier stoppen met werken en naar school gaan. Kinderen moeten inderdaad hier heel wat werken, meneer Ron. Maar het alternatief is dit. Jullie kopen hier kleding voor 50 cent per stuk en truien voor 60 cent. Voor hoeveel verkopen jullie dat in de winkel? Verkopen wij voor 149. Precies, 149 cent. Dan maken jullie zo'n 69 cent winst op. Nou, eigenlijk is het 149 euro. 149 euro! Ik betaal er gewoon 5 euro voor, per trui. Dat is 10 keer meer dan dat we hadden afgesproken. Maar moet u dat niet met uw baas bespreken? Nee, dat vindt hij vast goed. Blij en opgelucht omdat hij wat goeds had gedaan, vloog Ron terug en reed naar de kantoor van zijn baas. 15 berichtjes van mijn baas. Ik denk dat hij me wil feliciteren met de goede inkopen van Bangladesh. Baas, u wilde mij onmiddellijk spreken? Goed hè, die deal uit Bangladesh. Jij hebt trouw gekocht voor 5 euro!
Ja, maar nu kunnen de kinderen ook gewoon naar school in Bangladesh. Ja, die kinderen interesseren me niet. Ga mee om de winst. We verkopen de trui toch voor 65 euro. Dan houden we nog genoeg over. Genoeg over? Weet je hoeveel we deze gast betalen om zijn kleding te dragen? Misschien 10 miljoen? En weet je wat dit is? Ja, dat is uw Ferrari. 250.000 euro. Dat betaal ik met de winst van de truien. Je bent ontslagen. Ga jij maar lekker kindjes rennen in Bangladesh en laat mij mijn ouders betalen. 5 euro per trui. 5 euro.